Hoofdstuk 5 zijn we gisteren mee gestart. Hè. Gewoon in vogelvlucht even de slides doorlopen. Het verhaal van de periodiciteit, daar hadden we het denk ik heel goed kunnen uitleggen. Onthoud daar dat systeempje, hè, waarmee je dus eigenlijk ver in de toekomst of in het verleden ook een functiewaarde kunt berekenen, dankzij die periodiciteit. Dan hebben we eigenlijk vooral radialen ingevoerd. Superbelangrijk begrip. En er kwam gisteren nog een interessante vraag van Cas, die zei van, ja, dat radiaalbegrip, die radialen, die eenheid, op een bepaald moment is dat weg. Het is alsof je die eenheid niet meer gebruikt. Ja, dat klopt eigenlijk. Dus eigenlijk is dat niet nodig dat je dat effectief een radiaal gaat noemen. Nu, om dat een klein beetje uit te leggen, ga ik even terug naar de formule voor booglengte. Dan ga je dat zien. Dus als je even nadenkt, heb je die eigenschap staan. We hebben gezien dat een booglengte gelijk is aan de straalmodel middelpuntshoek. Gemeten in radiaal. Nu, als je een keer eenheden erbij haalt, die booglengte die is uitgedrukt in bijvoorbeeld meter. Ik zeg maar iets, dat zou kunnen in meter zijn. Het is in elk geval een afstand. Die straal die is ook in meter. Ja. Nu, als je wilt dat je eenheden kloppen, ja, dan zou je moeten kunnen inzien dat die middelpuntshoek dus eigenlijk geen eenheid mag hebben. Ja, want dan is het juist. Dan staat er dat meter gelijk is aan meter maal een constante. En dan heb je dus links en rechts de juiste eenheid staan. Dus hetgeen dat wij radialen noemen, hè, ja, je moet ergens het kind een naam geven. Hè, je moet ergens, als je het wilt introduceren, dan moet je een terminologie hebben. Hè, dus dan moet je er kunnen over spreken. Dus vandaar, in het begin hebben we het radiaal genoemd. Maar als eenheid dat dusdanig iedere keer gaan toevoegen, dat gaan we eigenlijk niet doen. Dat is niet nodig. En je ziet dat ook. Hè, bijvoorbeeld als je kijkt naar oefening 93, we hebben die oefening gemaakt. Ja, daar hebben we die booglengte berekend. We hebben daar die hoek in radialen berekend. Dat was die 4pi over 3. En het staat daar niet meer bij dat dat radialen zijn. Er staat er eigenlijk niet meer bij. Het staat gewoon 4pi over 3. En dan reken je verder met die 4pi over 3. En je uiteindelijke eenheid is centimeter. Waarom? Omdat die 6 in centimeter staat, uiteraard. En dus dat toch even opmerken. Dat je eigenlijk de toevoeging rad of radiaal, dat we die eigenlijk vanaf nu ja, niet meer gaan nodig hebben. Ja, we kunnen dat eigenlijk gewoon laten vallen. Ja. Klopt ook bij oppervlakte. Hè. Check het maar. Bij oppervlakte hebben we ook een formule gezien. R kwadraat alpha op 2. Wel, die R kwadraat, die oppervlakte, ja, die wordt bepaald door die R kwadraat. Als dat bijvoorbeeld als die R een meter is, ja, dan is die oppervlakte dus een vierkante meter. En dan is het weer zo dat die alpha eigenlijk geen eenheid mag hebben. Vandaar dat dat ook niet nodig is. Dus dat maakt dat wel een beetje duidelijker, denk ik. Herinner u de toetsvraag die we gisteren hebben behandeld? Ik stel voor, allee, behandeld, hè. We hebben ze niet behandeld, hè. Ik heb ze gewoon even getoond. Ja, ik denk niet dat je ze nu al zult gemaakt hebben. Hè. Dat lijkt mij dat zou wel heel sterk geweest zijn. Trouwens, je had ook de opgave niet. Dus dat ging moeilijk zijn. Nu, wat we gaan doen, was de afspraak een beetje. Dat is dat we gaan nog wat tijd hebben dat we morgen, of eventueel vrijdag, hè, dat we die oefening nog een keer van naderbij gaan bekijken. Ja, dat is niet zo moeilijk, maar het is wel een belangrijke vraag. Omdat daar eigenlijk ja, het begrip booglengte op een hele mooie manier wordt ondervraagd. Dus ik ga erop terugkeren. Ça va? Zijn daar vragen over? Op dit moment zijn er opmerkingen. Was dat een beetje duidelijk gisteren? Ja, ik denk dat we goed gewerkt hebben gisteren. Oké. Dan gaan we van start. Hè. Goniometrische getallen van een hoek. Daar gaan we het vandaag over hebben. Zoals ik al zei, grotendeels herhaling. Een soort dat je een klapblaadje bij u hebt om misschien hier en daar naar een slide te verwijzen. Maar er staat heel veel op de slides, je gaat dat zien. En het is allemaal vrij goed opgebouwd, beweer ik. Dus laten we eens een keer kijken. Goniometrische cirkel, die kennen we nu intussen. Ik heb daar meteen een hoekje aangeduid. Dus ik heb meteen hè, de hoek alpha aangeduid. Een omwentelingshoek, dat is een positieve zin, zoals je ziet. En het punt P is het beeldpunt dat daarbij hoort. Ik kies die met je expres in het tweede kwadrant. En niet in het eerste, omdat ja, hè, in de afgelopen jaren, in de tweede graad, heb je heel vaak hoeken behandeld tussen de 0 en de 90 graden. Maar natuurlijk, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Hè. Dus kwestie van het een beetje algemeen te houden, heb ik die hoek in het tweede kwadrant gekozen. En dan komen er een aantal definities op de proppen. Ja. Heel belangrijke definities. Bijvoorbeeld een cosinus. Weet er nog iemand waar we de cosinus van die hoek kunnen gaan aflezen? Je kan altijd de chat gebruiken om zaken toe te lichten. Hè, mensen. Weet er nog iemand waar we de cosinus van die hoek kunnen gaan aflezen? Waar moeten we daarvoor gaan kijken? Zijn daarvoor staan. Op de x-as. Inderdaad, Maarten. Dank u wel voor uw bijdrage. Dus met andere woorden, kijk, voilà, als we die p projecteren op de x-as en dan de sinus uiteraard projecteren op de y-as, dat heb ik hier twee keer gedaan, dan vind ik twee stukken terug,
zoals je ziet. Ik heb die aangeduid met die accolades. En het ene stukje is de cosinus. Dat is dus de x-coördinaat van p eigenlijk. Hè. Ja, die is in dit geval negatief. Merk op, we zitten in het tweede kwadrant, die is negatief. En daar vinden we de y-coördinaat van p. En dat is dan uiteraard de sinus. Ja, dus op zich een eenvoudige definitie. Naarmate dat p andere waarden aanneemt, dus als je p laat ronddraaien, dan kan dat verhaal, ik had dat gisteren uitgelegd, vanaf nu moeten we eigenlijk die goniometrische cirkel zien als iets heel dynamisch, namelijk als een soort van rad waaraan je draait. Ja, waarbij de beginpositie 1, 0 is. Dus de beginpositie bevindt zich daar, het snijpunt met de x-as, 1, 0. En wat je eigenlijk gaat doen, is draaien aan het rad. En je kan het doen in twee richtingen, positieve of de negatieve zin. En per punt dat je op die manier tegenkomt, krijg je natuurlijk een andere waarde voor cosinus en sinus. Dus x- en y-coördinaat. Nu, er bestaat ook zoiets als tangens. Wie zou mij kunnen zeggen waar we de tangens, of hoe de tangens gedefinieerd is? En misschien bijkomend, zou je misschien nog kunnen weten, waar we die tangens kunnen aflezen. Dus waar is, of hoe is de tangens gedefinieerd? En waar vinden we die terug? Heb je daar een voorstel? Weten jullie dan nog, hoe is de tangens gedefinieerd en waar gaan we die terugvinden op de tekening? Wat heb je daarvoor nodig? Loodrecht op de x-as snijden door 1-0. Wacht, hè. Loodrecht op de x-as snijden. Ja, oké. Dus de tangenslijn bedoel je? Ja, we gaan inderdaad een extra rechte moeten gaan tekenen. Ja. We noemen dat de tangenslijn. En ja, dan kun je dat voorstellen als ik hier die rechte ga tekenen. We gaan dat straks doen, hoor. Ja, wat is dan het vervolg? Ja, ik bedoel, ik heb dan die rechte getekend. Dat is juist wat je zegt. Hè. Loodrecht op de x-as door 1-0. Maar wat levert ons dat op? Want dan heb ik die tangens uiteraard nog niet. Dus wat is het vervolg? Kom maar, probeer actief mee te doen. Er is, denk ik, herhaling. Snijpunt. Ja. Die lijn doortrekken. Ja, ik bedoel dat, ik veronderstel dat je bedoelt de lijn OP. Hè, als we O de oorsprong noemen, gaan we die doortrekken. Dat klopt, voilà, ik heb het hier gedaan. Ik ga die lijn OP, dus O is de oorsprong, hè, we gaan die doortrekken. Ik ga de tangenslijn tekenen. Ja. En dan vind ik daar inderdaad een stuk dat afgesneden wordt. Je ziet dat, hè? Dat in dit geval terug negatief zal zijn. En dit is de tangens van alfa. Dat klopt. Iemand die ook nog weet hoe dat gedefinieerd is? Wat is het verband met sinus en cosinus? Waaraan is tangens gelijk? Sinus op cosinus. Dank u wel. Sinus gedeeld door de cosinus. Dank u wel. Oké, dat ziet er zo uit. En dan hebben we meteen die tangens staan. Dan schiet er nog eentje over. Het zou zelfs kunnen dat je daar vorig jaar niet zoveel over gezegd hebt, maar ik ga er toch vanuit dat je dat gezien hebt. En dat zou moeten de cotangens zijn. En die cotangens, dat ga ik u meteen tonen. Kijk, die kan je eigenlijk op eenzelfde manier een beetje aflezen. En wat je dan doet, is de lijn doortrekken naar de andere kant. Voilà, ik heb dat gedaan. Dus naar linksboven toe. Je gaat een soort van cotangenslijn tekenen. Nu, wat is die cotangenslijn? Dat is eigenlijk in plaats van een verticale, een horizontale. Dus dan is het door 0, 1. Ja. We vinden daar opnieuw een snijpunt. En we vinden daar opnieuw een afstand. En dat is de cotangens van alfa. Ja. Misschien heb je deze meetkundige voorstelling niet gezien. Dat zou kunnen. Hè. Maar in dit geval, nou, nu moet je wat kennen, nu moet je dat wel weten. Hè. Waar lees je tangens af? Waar lees je cotangens af? Wat is het verband tussen cotangens en tangens? Weet er dan nog iemand? Gewoon even testen of je dat begrip ergens gezien hebt. De cotangens is het omgekeerde van de tangens. Dus je zou kunnen zeggen, het omgekeerde van de tangens, je zou ook kunnen zeggen, het is de cosinus gedeeld door de sinus. Oké. Ik hoop dat dat voor een groot deel voor jullie herhaling was. Nu, wat we wel willen doen, is misschien toch eventjes verklaren. Sinus en cosinus, dat zijn definities. Dus daar heb je geen verklaring voor. Ja? Ik kan u niet zeggen waarom dat de cosinus is. Ik kan u niet zeggen waarom dat de sinus is. Dat, gewoon weg, omdat dat een definitie is. Dat is zo. Ja, we zeggen vanaf nu noemen we dat zo. Natuurlijk, als je tangens invoert, tangens is sinus op cosinus, en ik zeg u hoe je dat moet tekenen, ja, dan kun je de vraag stellen, hoe komt dat? Hoe komt dat de tangens op die manier, die blauwe, die daar in het blauw staat, dat op die manier moet worden afgelezen? Hetzelfde met die cotangens. Die wordt daar in het rood aangegeven, kun je de vraag stellen, ja, maar hoe komt dat?
Dus tangens en cotangens, die meetkundige voorstellingen, dat zijn geen definities, dat zijn gevolgen. Ja, een tangens is gedefinieerd als sinus op cosinus, maar die meetkundige voorstelling, dat moet ik kunnen verklaren. Dus wat ik nu wil doen, is even een verklaring bieden voor die rode en die, die rode en die blauwe afstand die ik daar zie staan. Nu, hoe doe ik dat? Wel, meetkundige betekenis, ik ga dat voor de vergelijking van de rechte OP bepalen. Nu, wat is O? Nogmaals, is de oorsprong, staat niet op besluit, maar dat het daar redelijk voor zich sprak. Ik wil de vergelijking van die rechte gaan vastleggen. Nu, hoe moet ik dat doen? Wel, dat is een rechte door de oorsprong om te beginnen. 0, 0. Dus dat is heel makkelijk. Dus dat is iets van de vorm I is ja, A mal X. Ja, je weet nog, rechten in het algemeen, I is A mal X plus B. Ja, A is je rico, maar hier is, als je door de oorsprong gaat, door het punt 0, 0, dan moet je eigenlijk gewoon gelijk staan aan AX. Nu, die richtingscoëfficiënt, ja, die kan ik berekenen. Hè. Ik heb daar een formule voor, hè, om een vergelijking van een recht op te stellen. Ik heb ze hier gewoon nog een keer teruggegeven, maar misschien is dat voor sommigen onder jullie lang geleden. Hè, maar een rechte door x1i in x2i2. Hoe doe je dat? Met één formule. Dat is een heel handige formule. Hè. I min i1 is i2 min i1 op x2 min x1 mal x min x1. Die formule werkt altijd op voorwaarde dat je rechte uiteraard niet verticaal is. Hè. Voor een verticale rechte gaat dat niet lukken. Hè, want een verticale rechte is van de vorm x is een getalletje. Oké. Formule kennen we en we weten ook, dit is de rico, die i2 min i1 op x2 min x1. En ik kan die formule gaan toepassen voor 0, 0, oorsprong, en voor het punt p. Maar de coördinaat van p, die ken ik. Dat is cosinus alpha, sinus alpha. Ja, weet je nog, de x-coördinaat, y-coördinaat. Dus dat klopt. Dus ik ga die formule een keer gewoon letterlijk gaan toepassen. Is er maar iemand die mij kan zeggen wat je dan krijgt als je die formule toepast in deze omstandigheden? Wat bekom je dan? We passen de blauwe formule toe. In de omstandigheden dat x1i1 de oorsprong is en dat x2i2 het punt cosinus alpha sinus alpha is. Wat vinden we dan? Waaraan is i gelijk? Het is een eenvoudige vergelijking hoor. Er schiet niet veel meer over als je dat allemaal invult. Is er een voorstel, mensen? Kom aan. Is niet zo moeilijk, die vraag, denk ik. Je gaat eigenlijk gewoon... I is sinus op cosinus maal x. Ja. Ja, dus dat moet er wel bij. Hè? Dus I is op sinus op cosinus, Julie, dat moet er wel bij, maal x. Oké, okay, dat klopt. Dus ik krijg dit. Sinus alpha op cosinus alpha maal x. Gewoon toegepast voor die situatie. Dus wat zie ik? Ah, ik zie mijn tangens opduiken. Zie je? Daar staat die tangens. I is tangens alpha maal x. Dus wat stel ik vast... Wel, tangens is eigenlijk de rico van de rechte OP. Dat zie ik. Tangens is de rico van die rechte. Dus dat wil zeggen, ja, ik heb die rico getekend op mijn slide. Als je eentje naar rechts gaat, dan is je verticale verandering gelijk aan tangens. Dus dat klopt. Kijk maar, hè. Als je één naar rechts gaat, dan is je verticale verandering de tangens. Dus ik heb een verklaring waarom die tangens alpha op deze manier kan getekend worden door middel van die tangenslijn. Ik vind het niet onbelangrijk dat je dat weet. Ja, leer dat niet gewoon van buiten. Hè. Zeg niet van, ah, die tangens, je moet dat zo doen, waarom dat ik dat gezegd heb. Nee, dat is gewoon logisch. Dat volgt het verhaal van de sinus en de cosinus. Oké, ik heb gezien dat je het begrepen hebt. Maar je kunt met dezelfde ingrediënten een verklaring gaan bieden waarom je de cotangens daar moet aflezen. In het rood. Is er iemand die mij kan zeggen hoe ik dan moet aan de slag gaan? Hoe kan ik dat inzien? Wat moet ik dan doen? Als ik nu een verklaring wil hebben voor het aflezen van die cotangens met die, ja, ik heb het maar cotangenslijn genoemd. Ja, waarom moet ik die daar gaan aflezen? Je hebt daar nu een eenvoudige verklaring voor. Een verse hoor ik hier. Ja, er zit een redenering in. Ja, ik snap het. Je zou kunnen zeggen van, ik ga het verhaal van die tangens inverteren. Dus spiegelend ten opzichte van i gelijk aan x. En dan krijg je die cotangens en dan krijg je ook het omgekeerde van sinus op cosinus, namelijk cosinus op sinus. Ja, zet iets in. Maar eigenlijk is het niet zo diepgaand. Het is iets eenvoudiger, dat ik wil als verklaring.
Dus eigenlijk, ik vind men, welle, ik, je zou moeten kunnen OP gebruiken, de rechte OP gebruiken. Dan is het eigenlijk nog iets eenvoudiger. Dan heb je het veel sneller. Wat moeten we doen met die rechte OP om die Kotank en Zalfa terug te vinden? Kijk naar uw tekening. Eigenlijk aan 1. Voilà, we zijn er. Dank u, Maarten. Zeer goed. We gaan gewoon eigenlijk aan 1 stellen. Ah ja, want die cotangenslijn, zo heb ik het genoemd, ja, die heeft eigenlijk als vergelijking eis 1. Dus als je eigenlijk aan 1 staat in de rechte OP, dan moet ik er zijn. En dan moet ik x berekenen. Ik heb dat gedaan. Hè. Ik heb eigenlijk aan 1 gestaald. En wat vind je dan? Ja, doe dat maar een keer. Hè. Eigenlijk aan 1, wat is x? Ah, domme keer. Dus je moet hè, alles omdraaien. Hè. Je moet zeggen, hè, cosinus alpha op sinus alpha, dus kortweg cotangens alpha. Dus voilà, die rechte OP, ja, onthoud dat die manier van werken, die heeft ons meteen een verklaring voor de ligging, of de meetkundige betekenis van die tangens en die cotangens. En dat is toch wel mooi, als je dat kunt meenemen. Zo, dus onthoud, cosinus, sinus, waar lees je die af? Een heleboel gevolgen hiervan, die jullie grotendeels gaan kennen, denk ik. Ja, wat heb ik hier gedaan? Ik heb gewoon die tekening van daar straks even overgenomen, hè. Dat is makkelijk. Hè. Rechtsonder in de slide staat die tekening. Ik heb daar niets aan toegevoegd. Ik heb gewoon ze geknipt, geplakt. Zodat je weer weet van, wat is het nu weer? Hè. Is cosinus, sinus, tangens, cotangens. We zien ze liggen. Oké. Okay. Grondformule van de goniometrie. Ken je die nog? Ken je die nog? De grondformule van de goniometrie. Zegt u dat iets? Wat is dat? Kom aan, mensen. Je hebt een micro ook, hè. Het kan soms makkelijker zijn dan dat te gaan. Hè. Sinus plus cosinus is 1. Nee, dat is niet juist. Sinus kwadraat plus cosinus kwadraat is 1. Dat is wel juist. Maar kom dat die twee dingen niet gelijk zijn aan elkaar, hè. Ja, dat is niet gelijk aan elkaar, hè. Oppassen, hè. Het kwadraat van een som is niet de som van de kwadraten. Dus oppassen. Dus het kwadraat van de sinus plus kwadraat van de cosinus is 1. Dat klopt. Ja, of omgekeerd, het kwadraat van de cosinus of het kwadraat van de sinus is 1. Dat maakt niet uit. Wie legt mij uit waarom dat zo is? Kijk naar de tekening. Geef een eenvoudige verklaring. Opnieuw, dat is weer hetzelfde verhaal. Die grondformule van de goniometrie is geen definitie. Nee, nee, die grondformule van de goniometrie dat volgt uit de definitie van cosinus en sinus. Je kan dat verklaren. Hoe komt dat? Kijk naar uw tekening. Pythagoras, dat is al dat moest weten. Klopt, je past gewoon de stelling van Pythagoras toe in zo'n rechthoekje, driehoekje, en je hebt het. Zie je? Dus perfect, geen enkel probleem. Heel belangrijke opmerking, ik stel vast dat daar leerlingen moeite mee hebben. Wij noteren cosinus kwadraat alpha. Zo wordt dat genoteerd. Nu, besef goed dat cosinus kwadraat alpha eigenlijk juist hetzelfde is als cosinus alpha in het kwadraat, hè. En dat is wel belangrijk om mee te geven. Dat is gewoon een notatie, een korte notatie daarvoor. Ik kan je de vraag stellen, waarom doe je dat? Ja, gewoon omdat je wat haakjes minder hebt. Hè? Als je kan schrijven cosinus kwadraat alpha en je weet dat is cosinus alpha in het kwadraat, ja goed, dan is dat een goede afspraak en dan moet je minder haakjes schrijven. Waarom schrijf je niet cosinus alpha kwadraat? Dat zou je al moeten weten, omdat dat eigenlijk wiskundig iets anders betekent. Ja, dat zou betekenen dat is de cosinus van de hoek alpha kwadraat. Maar dat wil je niet, hè? Je wil de cosinus van alpha kwadrateren. Nou, zo moet je het zien. Dus vandaar die notatie. Heel veel leerlingen hebben daar problemen mee. Zo van, ze lezen dat verkeerd. Hè? Zorg dat je dat juist leest. Hè? Onthoud dat dus. Die notatie, hè? Die is wel belangrijk. Oké. We gaan uit die formule nieuwe formules afleiden. Dat is een van onze hoofdbezigheden in goniometrie. Ja? Dat is dat je uit hetgeen dat u wordt aangereikt, dat je daar nieuwe dingen kunt uit gaan halen. Bijvoorbeeld, als ik de beide leden deel door cosinus kwadraat alpha. Moet dat maar een keer doen. Ja? Dus links gaan we alles delen door cosinus kwadraat alpha. Rechts krijg je dan 1 gedeeld door cosinus kwadraat alpha. Dat is simpel. Links vereenvoudigen. Wat krijg je dan? Als je links vereenvoudigt. Dus we gaan aan de linkerkant alles delen door cosinus kwadraat alpha. En vereenvoudig. Wat heb je dan? Dat is mijn vraag. De rechterkant die kennen we. 1 gedeeld door cosinus kwadraat alpha. Dat is geen probleem. Maar wat hou je links over?
Cas had een voorstel, maar dat is niet juist. En Kobe heeft een voorstel dat wel juist is. Ja, je houdt over 1 plus tangens kwadraat alfa. Cas, oppassen. Ik vermoed... Ja, je hebt daar geschrapt op een verkeerde wijze, want het staat een plus. Hè. Dus daar kan je niet schrappen. Hè. Als je dat deelt door cosinus kwadraat alfa, kan je niet zeggen, ik ga even die cosinus gaan schrappen. Hè. Dat gaat niet lukken. Hè. Nee, het enige dat je kunt doen, is die brug splitsen. Cosinus kwadraat op cosinus kwadraat, dat is 1. Plus sinus kwadraat op cosinus kwadraat, dat is tangens kwadraat. Ja. Dus eigenlijk heb ik hier een afgeleide formule. 1 plus tangens kwadraat is 1 over cosinus kwadraat. Nog een nieuwe naam. Ja, die ga je niet kennen van vorig jaar, denk ik. We noemen dat ook de secans. Straks komt de volledige naam. Die komt hier rechts nog een keer geprojecteerd. Secans kwadraat. Dus de secans is met andere woorden het omgekeerde van de cosinus. Maar dat komt straks nog op de slide tevoorschijn. We noemen dat de secans. Dat zal een nieuw begrip zijn. Je gaat dat waarschijnlijk niet kennen. Onthoud, secans, omgekeerde van de cosinus. Goed, wie heeft mij dezelfde formule? Of wie heeft mij een formule die er enorm hard op lijkt, moet ik eigenlijk zeggen. Als we de beide leden delen door sinus kwadraat, wat gaat er dan veranderen aan het linkerled? Aan het rechterled krijg je natuurlijk ja, verandering 1 over sinus kwadraat alfa. Hè, dat weet ik ook wel. Maar wat verandert er links? Als je alles deelt door... Ja, oké, dankjewel Kobe. Dan krijg je natuurlijk 1 plus cotangens kwadraat alfa. Ja, hetzelfde, maar je deelt alles door sinus kwadraat. 1 op sinus noemen we CSC, zie je staan, cosecans. Ja, dus vandaar. Ja, dat zijn de definities. Dus secans is 1 op cosinus... Secans, zo spreek je dat uit. CSC is 1 op sinus en noemen we cosecans. Ja, de naam is wat hij is. Hè. Kan er ook iets aan doen. Hè. Je zou misschien denken, 1 op cosinus, logisch is dat als dat de cosecans zou noemen. Ja, ik zou dat misschien ook denken, maar het is niet zo. Dus 1 op cosinus, secans, 1 op sinus, cosecans. Dat is wat dat is. Niets aan te doen. Deze formules, die afgeleide formules, die volgen rechtstreeks uit die grondformule, maar die zijn handig. Geloof mij. We gaan die in de oefeningen... Ja, vaak kunnen gebruiken. Het is goed dat je die ook gewoon kent. He, dat je niet alleen de grondformule kent, maar ook die afgeleide formules. Ja, dus niet zo makkelijk of niet zo moeilijk om te onthouden. He. Periodiciteit. Dat is een begrip dat we al een beetje kennen. He. Gisteren gezien wat dat periodiciteit was. Hoe zit dat voor sinus? Ik heb het denk ik al vermaald. Wat zou de periode zijn van de sinus? Wat zou de periode zijn van de sinus? Ik denk dat we dat gisteren al vermeld hebben. Om de hoeveel keert die sinus gewoon terug en begint dat verhaal opnieuw. Weet je dat nog? Ik denk dat we dat gisteren al vermeld hebben. Je mag het in graden zeggen wat mij betreft. 90 graden. Dat lijkt mij snel. Nee, dat gaat niet kloppen. Moet je goed kijken naar je cirkel. 360 graden, dat is juist. Ja. Dus als je eigenlijk moet je rekenen, als je een volledige toer draait... De volledige toer, hè? Heel belangrijk, op je cirkel, ja, dan begint dat verhaaltje gewoon opnieuw. Hè? Dan ga je opnieuw dezelfde waarde hebben voor sinus en voor cosinus. Dus periodiciteit van sinus, ja, je kan eigenlijk schrijven dat de sinus van alfa plus alle veelvouden van, oei, daar staat iets eigenaardigs, 360 graden, dan staat daar 2 pi. Hoe komt dat? Is er een ander antwoord? Ik heb gezegd 360 graden, Maarten had gelijk, en daar staat nu opeens 2 pi. Ah, dat is natuurlijk een radiale. Ja, Helena merkt op, dat zijn de radialen. Hè? Dus ja, als je dat liever hoort, dan kun je daar ook schrijven, k maal 360 graden. Maar ik heb u al uitgelegd dat we vanaf nu eigenlijk niet meer met graden gaan rekenen. Of nauwelijks nog. We gaan dat af en toe wel een keer vermelden. Ja? Maar eigenlijk moeten we dat niet meer doen. We gaan met radialen gaan rekenen. Dus belangrijk is dat je die overstap, 180 graden pi radialen, dat je die snel maakt in je hoofd. Dat je dat snel weet. Dus wat staat hier dan eigenlijk? Ja, als je bij een hoek alle veelvouden van 360 graden telt, alle veelvouden van 2 pi dus, ja, dan gaat dat voor je sinus niets veranderen. Ja? Je kunt het ook nog anders zeggen, dus je kunt zeggen van de sinuswaarde blijft gelijk als je van de hoek 360 graden aftrekt of bijtaalt, of 2 keer 360 of 3 keer 360 aftrekt of bijtaalt, dat maakt allemaal niets uit. Zolang het maar veelvouden zijn van 360, dus van 2 pi. Belangrijk is dus wel, de periode is dus 2 pi, dat die k een geheel getal is, hè? Dus een element van z. We gaan het er straks zeker en vast nog een keer bij schrijven. Cosinus, identiek. Dat is niet verrassend, identiek. Ook voor uw cosinus moet je volledig een toer draaien voordat hij terugkeert. Ja. Hetzelfde verhaal, periode is 2 pi. Dus onthoud dat. De periodiciteit, sinus, cosinus, 2 pi. Je moet een volledige toer gaan draaien. Voor tangens is dat niet zo. Dus voor tangens is uw periode niet gelijk aan 2 pi. Kijk naar uw tekening, ze staat daar.
Ja, oké, Cas, die heeft al geantwoord. De periode voor tangens is 180 graden. Klopt. Dus piradialen. Ja, hoe komt dat? Moet ik goed kijken naar uw tekening. Als ik nu een hoek neem, alfa, dan ligt punt P daar en dan ligt mijn tangens hier. Of je neemt een hoek die aan de negatieve kant ligt. Op die manier. Zie je dat? Ja, die hebben natuurlijk dezelfde tangens. Snap je? Met elke waarde van P, als je dat doortrekt via de oorsprong, dan bekom je natuurlijk eenzelfde tangenswaarde. En dus het verschil tussen die twee hoeken is natuurlijk 180 graden. Het enige dat je moet doen, is eigenlijk zo een overslag, hè? Dus je moet eigenlijk van dat punt, hup, 180 graden overslaan. Ja? En dan de gestrekte hoek maken. En dan vind je eigenlijk dezelfde waarde voor tangens. Dus dat is wel opvallend. Ja, voor tangens kan je schrijven de tangens van alfa plus k maal pi is tangens alfa. Dus daar moet je maar een halve toer draaien om dezelfde waarde terug te krijgen. Je ziet dat op je tekening, omwille van de meetkundige betekenis, ja, kan je dat eigenlijk makkelijk inzien en verklaren. Dus de periode van de tangens die is pi, of 180 graden, zou je kunnen zeggen. We hebben dit nodig, die periodiciteit, die hebben we nodig, hè, morgen vooral als we gaan berekeningen doen. Als we gaan sinus en cosinus en tangens van gekende hoeken berekenen. Ja, dan gaan we dat heel hard nodig hebben, die periodiciteit. Dus onthoud dat. Sinus en cosinus, periode 2π, tangens, periode pi. Oké. Cotangens identiek, hè. Cotangens heeft ook een periode pi. Ja, uiteraard. Hè. Kijk naar uw tekening. Ja, die ligt aan de andere kant, maar dat is juist hetzelfde, hè. Dus dat verandert niet. Oké? Zijn we mee tot hier? Lukt dat een beetje? Probeer niet te snel te gaan, dat je dingen goed kunt vatten, hè. K-element van z, had ik gezegd, is wel belangrijk, hè. Het is wel belangrijk omdat je volledige toeren moet draaien. Ja, ik hoor je nu zeggen van ja, meneer, en bij tangens moet je de halve toeren draaien. Ja, oké, maar dat steek je in die periode, hè. Dus k maal pi. Eigenlijk staat er hier dat je volledige halve toeren moet draaien. Ja, dat is nogal moeilijk gezegd misschien. Maar als k de gehele getallen doorloopt, 2pi, staat er daar 2pi. Maar bijvoorbeeld de volgende keer staat er 3pi. Maar 3pi is dus eigenlijk een volledige toer en een half. Snap je? Terwijl als je schrijft k maal 2pi. Ja, als k1 is, staat er 2pi. En als k2 staat er 2 maal 2pi, staat er 4pi. Ja, snap je? Dus dan heb je eigenlijk twee volledige toeren gedraaid. Ja, dus k is een element van z. Dat is wel belangrijk. Het mag geen breuk zijn, bijvoorbeeld. Grenzen. Sinus en cosinus zijn beperkt. Door wat? Waardoor? Sinus en cosinus van een hoek, dat kan niet gelijk zijn. Dat kan niet gelijk wat zijn. Dat is beperkt. Maximum 1. Juist. Maar niet volledig. Tussen min 1 en min 1. Ja, goed. Kan ook 1 en min 1 zijn, hè? Maar kom op, hè. Dat is voor sinus zo, dat is voor cosinus identiek, hè. Zie je op je tekeningen, mensen? Kijk, een extreem geval, als we het beginpunt nemen, daar, 1, 0, ja, bijvoorbeeld dan is mijn cosinus gelijk aan 1. Ja? En als je de volledige overslag doet naar de andere kant, min 1, 0, ja, dan is je cosinus gelijk aan min 1. En voor de sinus heb je hetzelfde verhaal, hè. Als je dit punt neemt, 0, 1, op je y-as, ja, dan is je sinus gelijk aan 1. Ja? En als je de overslag doet naar 0, min 1, dan is je sinus gelijk aan min 1. Oké, dus inderdaad, sinus en cosinus die liggen tussen min 1 en 1. Dat is duidelijk. Is dat ook voor tangens? Zijn die beperkt? Of is dat niet zo voor tangens en cotangens? Wat denk je? Heb je daar ook een beperking? Zo ja, door welke getallen? Of is dat onbegrensd? Of vermoed je? Kijk naar uw tekening, hè. Ze staat daar, hè. Als je een beetje voorstelt, hè, probeer ik je die p andere waarden te geven. Hè. Draai met die p rond op die cirkel. Dat is eigenlijk wat je moet doen in je gedachten nu. Draai met die p rond op die cirkel en probeer te zien van, ja, wat gebeurt daar? Geen grenzen. Nee, dat klopt, inderdaad. Dus tangens en cotangens, ja, je zou kunnen zeggen, ze liggen tussen middellijnen en pluslijnen. Die zijn onbegrensd. Kijk of je dat met je door hebt, hè. Bijvoorbeeld, is er iemand die mij een hoek kan geven? Of mocht dat mij graden geven of een radiaal, maakt niet uit. Waarvoor dat de tangens, ja, eigenlijk niet bestaat. Zou je heel correct moeten zijn. 90 graden, dat klopt. Als je die p laat samenvallen, hier, met dit punt, 0, 1, ja, dan moet ik je kijken, dan moet je dat punt, hè, als je die rechte, die wordt dan verticaal, die rechte OP wordt verticaal, maar dan heb je dus geen snijpunt met die tangenslijn, hè? Dan heb je geen snijpunt met die tangenslijn. Dus ja, eigenlijk bestaat hij daar niet. Dat is eigenlijk hetgeen dat we moeten kunnen zien. Dus in die zin zou je kunnen zeggen van hij is oneindig groot, maar hij bestaat niet. Hè. Dat is eigenlijk het meest correcte is dat hij niet bestaat. Voor cotangens is dat ook zo. Is er iemand die mij een hoek kan geven voor cotangens? Dus een hoek waarvoor dat de cotangens niet bestaat.
0, dat klopt. Ja, bij 0 graden en bij 180 graden. Dat is ook juist, hè. Ja, dat is ook juist, uiteraard. Prima. Ik denk dat jullie goed mee zijn. Dus de grenzen, hè, probeer dat ook te onthouden. Dat zijn alle gevolgen die ik hier noem. Ja, je moet die opslaan. Echt waar. Dat zijn dingen die je moet weten. Je hebt dat nodig. In de oefening heb je dat nodig. Je gaat dat zien. Dus probeer dat te onthouden. Tekenverloop. Leuke oefening. Wat gaan we doen? Kijk, ik heb een tabelletje gemaakt. Ja? Nou, we gaan een keer een volledige tour maken op onze cirkel. Dus ik denk dat ik die cirkel, kan ik kijken? Ja, voilà. Ik heb hem hier weer toegevoegd. Dat is weer makkelijk voor jullie. Hè? Dan kun je heel goed volgen. Ja, maar ik besef dat jullie dat niet op papier hebben nu. Hè. Dus moet ik er altijd voor zorgen dat je kunt volgen. Dus wat gaan we doen? We hebben daar sinus, cosinus, tangens, cotangens. En ik ga een volledige toer draaien, dus ik ga van 0 tot 2 pi. En de bedoeling is dat we het tekenverloop gaan maken van die functies. Tekenverloop, dat wil zeggen een plus, een min of een 0. Of eventueel, het bestaat niet. Dat zou je ook kunnen doen, hè. Ja, een plus, een min, een 0 of het bestaat niet. We gaan een keer een voorbeeldje geven. Hè. We gaan een keer een rijtje doen, samen, voor sinus. Dus wat doe je? We beginnen bij 0. 0. Beginnen bij 0 betekent mijn punt bevindt zich hier. Het punt P dat zich daar bevindt. In het punt 1, 0. Mijn sinus, y-coördinaat, die is dan 0. Snap je? Dus de sinus van 0 is 0. Oké, nu gaan we draaien. En gaan we in positieve richting het eerste kwadrant binnen. Dan is mijn sinus een positief getal. Omdat dat duidelijk is. De y-coördinaat is positief en die wordt groter en groter. Hè? Een positief getal. Die y-coördinaat neemt toe. En als we 90 graden hebben, dus het punt 0,1, dan is mijn sinus gelijk aan 1. Dus de sinus van pi over 2 van 90 graden, die is 1. Dan wandel ik het tweede kwadrant binnen. Wat stel ik vast? Ah, bijvoorbeeld het punt P, dat heeft nog altijd een positieve sinus. Maar die sinus wordt weer kleiner. Tot uiteindelijk, als ik bij 180 graden zit, piradialen, die sinus opnieuw gelijk is aan 0. En dan ga ik het derde kwadrant binnen. En dan wordt mijn y-coördinaat opeens negatief. Dus met andere woorden, nu zit ik met een min. Tot ik aan de 3pi over 2 kom, dat is 270 graden, driekwart cirkel, dus ik bevind mij in het punt 0 min 1. En daar is mijn sinus dan gelijk aan mijn 1. En dan gaan we het vierde kwadrant binnen. Dan blijft mijn sinus negatief, die blijft... Excuseer, dat was niet de bedoeling. Die blijft een negatieve waarde hebben, hè, maar die wordt terug groter. Dus negatief. En bij 2pi, dan ben ik helemaal rond. Ja, dan mag ik eigenlijk stoppen, want vanaf nu gaat dit zich altijd opnieuw herhalen. Periodiciteit, weet je nog? Dus ik vind in die situatie terug 0. Dat is de bedoeling. Dus oefening voor jullie is, doe hetzelfde voor cosinus, tangens en cotangens. Krijg daar even tijd voor. Probeer maar een keer. Dat is te doen, hè. Laten we dat punt rondgaan en denk goed na. En dan krijg je zo'n rijtje. Een rijtje van... die kunt dat tikken, hè, in de chat bijvoorbeeld. Als je een rijtje hebt, dan mag je het gerust in de chat laten weten. Je kunt ook de micro gebruiken als je dat liever doet, uiteraard. Dat mag ook.
Er is een voorstel. We gaan even checken. Hè. Er zijn een paar voorstellen. Die eerste twee die gekomen zijn, die zijn gelijk. Dus de kans is groot dat ze juist zijn, denk ik dan. Hè. Als je het puur statistisch bekijkt. 1 plus 0 min 1 min 0 plus 1. Dank u wel, Kobe en Robbe. Ongeveer op hetzelfde moment binnengekomen. Allebei juist. Dus dat ziet er toch wel anders uit. Geef toe, het ziet er anders uit. Maar, wat valt daarop? Moet je goed kijken, toch is er al een verband hè, tussen die twee. Kan ik al een keer tonen, we gaan er nog op terugkeren hoor. Maar er is wel een verband tussen die twee. Want als je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, als je de lijn van de cosinus neemt, heel die lijn, en je pakt die helemaal vast, en je laat die nu beginnen hier, bij pi over 2, dan komt dat perfect overeen. Zie je dat? Als je heel die lijn neemt, 1 plus 0 min min 1 min 0 plus 1. En je pakt die helemaal vast en je begint, je laat die nu gewoon, je kopieert die nu gewoon naar pi over 2. Je laat die beginnen op pi over 2. Dan klopt dat perfect. 1, 1, plus, plus, 0, 0, min, min, min 1, min 1, min, min, 0, 0, enzovoort. Dus wat zien we al in? Dat de ene functie een verschuiving is van de andere. Horizontale verschuiving. Klopt, hè? Je kunt zelfs zeggen hoeveel, hè? Als je de cosinus pi over 2 opschuift naar rechts, ja, dan ga je eigenlijk de sinus terugvinden. Zo zou je het bijvoorbeeld kunnen zeggen. Of anders gezegd, als je de sinus pi over 2 opschuift naar links, dan ga je de cosinus terugvinden. Ja, klopt, hè? Op die manier kan je het zien. Tangens. Heeft iemand een lijntje voor tangens? Er is een voorstel. Daar staan heel veel nulletjes, Anke. Daar staan heel veel nulletjes. Dus ik zie te veel nullen. Is er iemand die kan een toevoeging doen? Wacht, nu moet ik goed kijken. Zie dat er nu staat plus. Ah, oké, ja. Cotangens gaan we straks doen. Ja. Maar misschien eerst tangens een keer. Is er iemand die... Het zijn te veel nullen. Ja, oké. Ik denk dat Helena dat die correct zal zetten. Hè. Dus we gaan even kijken. Hè. Dus ik heb 0 plus bestaat niet. Daar hebben we het over gehad daar straks. Hè. De tangens van pi over 2 bestond niet. Hè. Ja, ik heb uitgelegd waarom. Hè. Dus dat, vandaar. Min, tangens van pi is 0. En dan heb ik plus... streep min 0. Een paar opvallende dingen. Hoe volgen nu? Hè? Periodiciteit. Weet je nog? Ik had u gezegd, de periode van een tangens is pi. Zien we. Zie je eigenlijk in deze grafiek. Kijk, 0, 0. Dit herbegint na pi. De plus, pi. Hè? Hup, zie je? Bestaat niet, pi verder bestaat niet. Min, pi verder bestaat niet. 0, ah, terug. Terwijl bij sinus en cosinus is dat niet zo, hè? Bij sinus en cosinus moet je echt een volledige toer doen. Hier heb je niet dat soort symmetrie dat je terugvindt. Maar hier kan je zeggen, ah, kijk, als ik pi verder ga, dan begint dat gewoon opnieuw. Dat is één. Tweede dat ik wil vragen. Jullie hebben dat misschien via de tekening gedaan. Dat zou kunnen. Je kunt natuurlijk ook gewoon op basis van de definitie van sinus en cosinus doen, dus op basis van de tabel. Dus je kan ook zeggen, tangens is sinus op cosinus, dus je kan ook gewoon zeggen, hoe krijg ik deze rij door 0 te delen door 1? Dat is 0. Plus gedeeld door plus, dat is plus. 1 gedeeld door 0, dat bestaat niet. Zie je? Ik vind dat mooi. Er is er zijn zoveel leerlingen die denken van, meneer, waarom mag je niet delen door 0? Maar dat is een mooie verklaring. En eigenlijk moet je zeggen, waarom kan je niet delen door 0? Ja? Je kan niet delen door 0, waarom? Omdat je een mooie meetkundige verklaring hebt. Die 1 gedeeld door 0, dat bestaat niet. Ja, waarom niet? Omdat die verticale rechte, de y-as, en de verticale rechte x gelijk aan 1, omdat die geen snijpunt hebben, uiteraard. Ja. Zo kan je dat verklaren waarom dat je niet kunt delen door 0. Dus het is niet van die mogen, het is van die kunnen. Hè. Dat is een heel belangrijk verschil, vind ik. Plus gedeeld door min is min, 0 gedeeld door min 1 is 0, en dan herhaalt zich dit opnieuw. Zie je? Voor cotangens is dat vrij gelijkaardig. Ja.
Maar natuurlijk, alles wat nul is, zal nu niet bestaan. Nou, dat is het verschil dat je gaat hebben natuurlijk, want je draait alles om. En voor de rest gaat er niets veranderen. Hè? Want als je een plus omdraait, dan blijft dat een plus. En als je een min omdraait, dan blijft dat een min. Dus ik moet gewoon van de nulletjes moet ik er bestaat niet maken. En van de dingen die niet bestaan, moet ik een nul maken. En voor de rest gaat er niets veranderen. En je ziet opnieuw de periodiciteit mooi liggen. Duidelijk, tekenverloop? Dank dat wel, hè. Oké. Okay. Goniometrische getallen van bijzondere hoeken. Ja. Voor velen onder jullie, denk ik, herhaling. Misschien wel gezien vorig jaar. Dus ja, misschien. Dus je hoort mijzelf twijfelen. Ik ben niet zeker hè, of je het gezien hebt. Dus vandaar, ik ga het wel helemaal tot in de puntjes uitleggen. Maar misschien zijn er sommigen jullie die gaan zeggen van ja, maar ik ken dat al, meneer. Ik moet dat niet meer zien. We zullen zien, hè. Bijvoorbeeld, 30 graden, pi over 6. Ik beweer dat je daar sinus, cosinus, tangens, cotangens exact en vrij makkelijk kunt van berekenen. En dat is een leuke tekening. Kijk, goed. Want kijk, hoe volgen nu, hè? Dus we hebben de goniometrische cirkel. Ik ga een hoek tekenen van 30 graden. Ja. Dus hoe gaan we dat doen? Well, in eerste instantie ga ik dan een keer... Ik beweer dat je dat perfect kunt doen. Je kunt perfect een hoek van 30 graden tekenen. Je hebt er geen gradenboog voor nodig. Het enige dat je nodig hebt is bijvoorbeeld een geodriehoek. Dat zou perfect zijn. Nu, hè, we gaan dat straks doen, dat perfect. Ik ga erop terugkeren. Ik ga het eerst een beetje schatten. Dus een hoek van 30 graden, oh, dat is zoiets. Hè. Ja, ongeveer. Nu, dat betekent, als die een hoek 30 graden is, ja, dan zit er daar natuurlijk nog een hoek boven die 60 is. Dat klopt, hè. En dat wil zeggen, als je nu een keer nadenkt, moet je goed kijken, dat je een driehoek krijgt, deze driehoek, die wel bijzonder is. Waarom? Als je een keer kijkt, die driehoek is alleszins gelijkbenig. Ah ja, want de straal, zie je dat? Dit stuk en dit stuk, dat is even lang. Het is een gelijkbenige driehoek, maar de tophoek is 60. Tophoek is 60. Nu, in een gelijkbenige driehoek zijn uw basishoeken gelijk. Maar als uw tophoek 60 is en uw basishoeken moeten gelijk zijn, dan zijn die ook 60. Dus met andere woorden, alle hoeken zijn 60 van die rode driehoek. Dus dat is niet alleen een gelijkbenige driehoek, dat is ook een gelijkzijdige driehoek. Dus die rode driehoek is gelijkzijdig. Maar dat wil zeggen, als je deze lijn tekent, de hoogtelijn vanuit de top naar beneden, alleen naar beneden, naar links eigenlijk, of je zou ook kunnen zeggen de bisectrice van die hoek, of je zou ook kunnen zeggen de deellijn van die hoek, of je zou ook kunnen zeggen de zwaartelijn van die hoek, maakt allemaal niet uit, want bij een gelijkzijdige driehoek zijn al die lijnen gelijk. Ja, dan wordt natuurlijk die y-as, dat stuk op de y-as, perfect in twee gesneden. Dus dan heb ik daar 1 tweede. Dan is dat stuk gelijk aan 1 tweede. Dus met andere woorden, dat wil zeggen dat... Wie kan aanvullen? Wat weet ik door deze berekening? Gaat het over de sinus, de cosinus, de tangens of de cotangens? Ik heb een kleine redenering gemaakt. De sinus, hè. Zeer goed, jullie. De sinus van 30 graden, die is dus blijkbaar gelijk aan 1 tweede. Ja, dat ben ik nu zeker. Dus dat is makkelijk, hè. Dat is een makkelijke tekening en je kunt dat ook makkelijk onthouden. Sinus van 30 graden, sinus van pi over 6 is 1 op 2. Natuurlijk, als je de sinus kent, dan kun je ook de cosinus berekenen, hè. Kijk goed naar je driehoekje. Ik heb hier een driehoekje, zie je dat? Dat is een rechthoekje driehoekje. Ik weet dat dit stuk 1 2 is. Ik weet dat die straal 1 is. Dus ja, Pythagoras, daar ben ik weer. Of, als je dat liever hoort, de grondformule. Het is hetzelfde, hè? Dat weten we. Dat hebben we daar straks gezien. Maar eigenlijk, als je gewoon Pythagoras toepast, dan kan je dat dus berekenen. Dus de sinus van pi over 6 is 1 op 2. En wat is dat stuk? Dat is de cosinus van pi over 6, uiteraard. Hè? Die lengte. En dat is dus de vierkantswortel uit 1 min 1 vierde. Ja, gewoon Pythagoras toepassen, de vierkantswortel uit het kwadraat van de schuine min het kwadraat van de rechthoekzijde. En dan vind je, ja, dat is even rekenen, hè, je vindt wortel 3 over 4, of nog, hè, als je vereenvoudigt, wortel 3 over 2. Dus dat zijn gekende waarden. De sinus van pi over 6 is 1 tweede, de cosinus van pi over 6, wortel 3 gedeeld door 2. Zorg dat je die waarden kent. Hè. We gaan straks een overzicht bieden van al die waarden. Die zijn belangrijk, je hebt die ook vaak nodig. Ik ga je dat laten zien. Dat belangrijk is. Ja? Ze zijn ook niet zo moeilijk om te onthouden. Er zit wel een systeem in. Dat ga ik je straks een keer tonen. Pi over 4, 45 graden. Is ook speciaal. Waarom? Een andere tekening die ik ga maken. 45 graden, dat is juist je hoek van 90 en 2. Dus dat is perfect de bisectrice van die hoek. Maar de bisectrice, die al weet je, die heeft als vergelijking is x. Ja. Dus dat betekent, als ik deze twee lijntjes teken, dat eigenlijk deze hoek perfect 45 graden is.
Ah ja, want eigenlijk ga ik van het punt 0,0 naar het punt 1,1. Dus dat is onder een hoek van 45 graden. Ja, wat weet ik hierdoor? Gaat het over sinus, cosinus of tangens? Denk na, waar kan ik op basis van deze heel eenvoudige, dat heel eenvoudig inzicht, kan ik iets zeggen over de sinus, de cosinus of de tangens van 45? De tangens, hè? Uiteraard. Ja, dus de tangens van 45 is blijkbaar gewoon 1. Ja, dat is de conclusie die ik kan maken. De tangens van 45 graden van pi over 4 is 1. Nu, als je de tangens kent, dan kun je natuurlijk ook de sinus en de cosinus berekenen. Want kijk goed, de sinus en de cosinus, dan moet ik eigenlijk een kleiner vierkantje tekenen. Ja, zie je dat? Die twee vierkantjes die zijn perfect gelijkvormig. Hè? Ja, dat is ook een vierkant, hetgeen dat ik daar getekend heb. Want dat ligt ook op deze rechte y gelijk aan x. Maar dan stel ik vast dat de sinus en de cosinus gelijk zijn. Natuurlijk, ja, het is een vierkant. Dus die sinus en die cosinus zijn gelijk. Maar dan kun je natuurlijk weer Pythagoras gaan toepassen. Hè. Je weet dat je schuine zijde 1 is. En je weet dat je rechthoekzijden, ja, dat die gelijk zijn. Ja, dus eigenlijk, ja, wat moeten die dan gelijk zijn? Maar, ja, dat betekent dat het kwadraat moet 1 tweede zijn. En het kwadraat 1 tweede. 1 tweede plus 1 tweede. Dus elk van die rechthoekzijden is de vierkantswortel van 1 tweede. De vierkantswortel van 1 tweede, dat is 1 op wortel 2. Bij vereenvoudiging, en als je dat nog een beetje uitschrijft, wortel vrijmaken van de noemer, dan vind je wortel 2 op 2. Dus cosinus en sinus van 45 graden is wortel 2 op 2. Ja, ook dat is de moeite waard om te onthouden. En het heeft eigenlijk ook een eenvoudige verklaring. Hè. Het is een beetje rekenen, het is de tangens berekenen, en dan ja, Pythagoras toepassen. Hè, waarbij dat je eigenlijk als grondformule zou je kunnen zeggen, hè, heb je dat 1 tweede plus 1 tweede moet gelijk zijn dan 1. Daar komt het op neer, hè, want je sinus en de cosinus moeten gelijk zijn. Dus wortel 1 tweede, wortel 1 tweede. Het kwadraat wortel 1 tweede plus kwadraat wortel 1 tweede is gelijk aan 1. Dan hebben we nog eentje, dat is voor 60 graden. Weer dezelfde redenering trouwens, lijkt heel hard op die eerste tekening. Je gaat dat zien. Ik teken een hoek van 60 graden. Nu, als die hoek 60 graden is, dan is die andere hoek daar 30. Maar eigenlijk heb ik dat zelfs niet nodig. Als die hoek 60 is, dan heb ik weer hetzelfde verhaal. Ik heb een gelijkzijdige driehoek. Ja, dezelfde tekening als daar, maar ze is gewoon ja, gespiegeld, zou je kunnen zeggen. Dat betekent dat die hoogtelijn, dat die exact die x-as in 2 verdeelt. Dus met andere woorden, de cosinus van 60 is 1 tweede. Cosinus van 60 is 1 tweede, dus de sinus is wortel 3 over 2. En die hebben we ook. Ja? Ik weet niet of jullie dat gezien hebben vorig jaar. Zo kunnen. Ik weet bijvoorbeeld meneer De Vries dat meneer dat eigenlijk altijd doet. Ja, in zijn vierdes probeert hij dat te zien. Die gekende waren. Maar dat, ja, het is geen verplichting, denk ik. Het staat niet echt een teerplan dat het hoeft in de tweede graad. In de derde graad wel. Oké. Misschien moeten we eens een keer samenvatten in het tabelletje. Kijk, dat zijn ze. Alle gekende waren. Wat valt daarbij op? Ik ga gewoon het eerste kwadrant doorlopen. Hè. Dus ik ga van 0 naar 90 graden. Ik ga van 0 naar pi over 2. En dus ik ga 30, 45 en 60. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste. Hè? En dus als ik dat doe, de sinus van 0 was 0. De sinus van pi over 6, straks getekend, was 1 tweede. Dan hebben we wortel 2 over 2. Dan hebben we wortel 3 over 2. En dan hebben we 1. Nu, bij de cosinus lijkt dat er goed op. Hè? Maar is het eigenlijk net de omgekeerde rij. Dus begin je met 1. Dan wortel 3 over 2. Wortel 2 over 2. 1 tweede en 0. Zie je? Dus het staat ook vast dat het is makkelijk te onthouden dat voor pi over 4 sinus en cosinus gelijk zijn. Wortel 2 over 2. En hier zijn ze gewisseld. Dus de 1 tweede die daar staat, die staat daar. En de wortel 3 over 2 staat daar. Dus wat ik doe is eentje onthouden. Ik onthoud de cosinus van 60 graden is 1 tweede. Dat is zo in, dat, ik vind dat de makkelijkste om te onthouden. De cosinus van pi over 3, ik zie dat voor mij. 60 graden, cosinus is 1 tweede. En dan weet je al de rest. Ja, als de cosinus 1 tweede is, dan is de sinus van 60 graden, dus het andere. En het andere is wortel 3 over 2. En als de cosinus van 60 1 tweede is, dan is de sinus van 30 1 tweede. Want dat is de gespiegelde versie. Ja, dan staat de driehoek anders. En als de sinus van 30 1 tweede is, dan is de sinus van 60 het andere. Dus wortel 3 over 2. Zo doe ik dat. Hè. Natuurlijk, voor mij maakt dat niet uit hoe dat je dat onthoudt. Maar zorg dat je het kunt onthouden. Ja, dat is... Ja, dat is wel te doen in principe. Hè. Trouwens, nog een trucje, maar ik moet toegeven, dat is eigenlijk echt wel ik vind dat een beetje een kleutertruc, maar ik wil het je toch vertellen. Je kunt het ook als volgt doen. Als je die tabel wilt maken, dan kun je eigenlijk schrijven, hier staat eigenlijk, wacht, ik moet zelf nu weer zien hoe dat moest zijn. Tututum. Hier was 2, 1, 3, ja. Dus je kunt hier schrijven, 0 is eigenlijk 0 op 4, 1 op 4, 2 op 4, 3 op 4 en 4 op 4. En neem overal de vierkantswortel. Dus 0 is de vierkantswortel van 0 uit 4. Dat klopt.
1 tweede is de vierkantswortel van 1 uit 4. Dat klopt. Wortel 2 op 2 is de vierkantswortel van 2 uit 4. Dat klopt. En wortel 3 over 2 is de vierkantswortel van 3 uit 4. Dat klopt dus ook. En 1 is de vierkantswortel van 4 uit 4. Zo kan je het ook onthouden. Maar dat zijn net wel steunwieljes, hè, mensen. Ik raad dat niet aan. Oh ja, als je dat iedere keer moet dan opschrijven, dat trucje. En dus bij cosinus is het omgekeerd. Hè. Dus bij cosinus moet je in plaats van 0, 1, 2, 3, 4, moet je schrijven 4, 3, 2, 1, 0. En dus alles delen door 4 en dan de wortel nemen. En dan heb je het ook. Tangens. Ja, daar hebben we het niet over gehad. Of toch nauwelijks. Het enige dat we berekenen is tangens pi over 4, dat was 1. Nu, de tangens van 0, dat wisten we, dat was 0. De tangens van pi over 6, dan moet je die twee delen door elkaar, hè. Dus dan moet je 1 tweede delen door wortel 3 over 2. Dat is 1 op wortel 3. Maar als je de noemer wortel vrij maakt, is dat dus gewoon wortel 3 op 3. Juist, hè. De tangens van pi over 4, dat wist ik, dat is 1. De tangens van pi over 3, dan is dat het omgekeerde. Ja, dus moet je wortel 3 over 2 delen door 1 tweede, dus dan heb je wortel 3. En de tangens van pi over 2 bestaat niet. En bij cotangens, ja, iedere 0 wordt er bestaat niet. En alles van tangens alpha aanpassen, dus omkeren. Dus wortel 3, 1, wortel 3 over 3 en 0. Misschien nog een kleine truc om te onthouden dat de tangens van pi over 6 wortel 3 over 3 is. Hoe onthoud ik dat? Wel, ik onthoud gewoon die pi over 6. Ik zie daar een 6, dat is bij mij, ja, staan daar 2 drieën in. Dat is 3 plus 3. Ja, en dus onthoud ik, er moeten in mijn resultaat ook 2 drieën staan. Wortel 3 op 3. Ja? Terwijl de tangens van pi over 3, daar staat maar 1 3, dus is het resultaat wortel 3. Dat is een truc. Ja? En de waarden voor cotangens, die leer ik zelfs niet. Die onthoud ik zelfs niet. Hè? En nu, ik ga gewoon altijd zeggen, cotangens is het omgekeerde van tangens. En dan heb ik het. Dus eigenlijk die laatste rij hoef je niet te onthouden. Maar we gaan er wel vanuit dat je die waarden kent. En ik zeg we... Maar ze ook. En wie is ze in dit verhaal? Dat is bijvoorbeeld het hoger onderwijs. Ik geef u een voorbeeld. Kijk hier, kijk, een toetsvraag van het toelatingsexamen arts 2020. Dus met andere woorden van dit jaar. Ja, er is een toelatingsexamen geweest in eind augustus. Eind augustus was er een toelatingsexamen door corona, hè, verzet. En zat daar een vraag in die eigenlijk, ja, vind ik, daar toch wel over ging. Ja, men gaat er daarvan uit dat je dit weet. Dus ik wil maar een keer die vraag bekijken. Kijk, dat was de vraag. Ik beweer dat je dat nu kunt, maar alles wat je vandaag geleerd hebt, en natuurlijk ook hè, de bagage die je hebt van de afgelopen jaren. Hè. De vragen op toelatingsexamen zijn niet zo makkelijk, hoor. Dus er moet altijd wel een keer over nagedacht worden. Dus wat hebben we? Alpha ligt tussen 0 en pi over 2. Dat is in het eerste kwadrant. Zie je? Dus men gaat ervan uit dat je weet waar de radialen zijn. Hè. Zie je? Dat is al één ding. Radialen zijn blijkbaar belangrijk. Dus eerste kwadrant. En er is gegeven 2 cosinus kwadraat alpha plus cosinus alpha min 1 is gelijk aan 0. En dan is de vraag, waaraan is sinus alpha dan gelijk? En je hebt 4 alternatieven, en wat valt er natuurlijk op als je die alternatieven bekijkt? Die staan allemaal in mijn tabel, hè? Zie je? Die staan er allemaal in. Ja, hoe gaan we dat oplossen? Heeft er iemand een voorstel? Is er iemand die iets herkent, zo, als je dat bekijkt, die vergelijking? 2 cosinus kwadraat alpha plus cosinus alpha min 1. Wat is dat voor iets? Doet u daar dan niets denken? Ik beweer dat jullie dat al kunnen nu, zo'n vraag van het toelatingsexamen, oplossen. Je gaat ze nog niet allemaal kunnen, uiteraard. Er zitten er best wel pittige vragen in. Ja, ook over goniometrie. Dit was er eentje van dit jaar. En dat vind ik eigenlijk niet zo moeilijk. Die is vrij makkelijk. Maar je moet natuurlijk een beetje weten hoe je moet starten. Wie heeft een voorstel? Kijk naar die vergelijking. 2 cosinus kwadraat alpha plus cosinus alpha min 1 is 0. Waaraan doet u dat denken? Klaas heeft een voorstel, de hoofdformule als je beide kanten plus 1 doet. Ben niet helemaal mee, maar aan het nadenken, zeg maar, ik zie het niet recht. De grondformule omgevormd. De grondformule, Helena, dan zou ik zeggen, en waar staat sinus kwadraat? En vooral, er wordt 2 keer verwezen naar die grondformule. Maar ik beweer dat dat een probleem is. Waarom? Uw grondformule, daar staan kwadraten in, van sinus en cosinus. En hier is dat niet het geval. Wat is te zeggen, er staat wel een cosinus kwadraat, maar er staat ook gewoon een cosinus alpha. Maar die grondformule ga je niet zoveel kunnen aanvangen, in eerste instantie.
Nee, mijn vraag blijft een beetje, wat herken je hier als je die vergelijking bekijkt? Wat herken je hier? Een soort vergelijking die jullie heel goed kennen, dacht ik toch. We zoeken de juiste naam. Tweede graadsvergelijking, VKV. Ja, dat is toch een vierkantsvergelijking. Dat is een vierkantsvergelijking. Een vierkantsvergelijking waarbij de traditionele variabele x, ja, meestal ax² plus b plus c gelijk aan 0, ja, bij mij is dat cosinus alpha. Maar dat neemt niet weg dat je formules kunt toepassen, hè. Dus ah, kijk, men gaat ervan uit, men hebt geen rekentoestellen, hè, op dit soort examens, dus men gaat ervan uit dat je vierkantsvergelijkingen kunt oplossen. Het zij op zich, het zijn maar formules, dat maakt niet uit. Enfin, jullie kunnen dat, een vierkantsvergelijking oplossen. Dus herken zo'n vierkantsvergelijking. Dat zou je moeten kunnen zien. En dan vind je twee oplossingen. Gewoon de formules toepassen. Ja? Dus ik heb dat hier gedaan. Dus ik heb gewoon mijn discriminant berekend. Discriminant is 9. Hè? B kwadraat min 4ac, die is 9. De oplossingen, hè, min b, dus min 1, plus of min 3, gedeeld door 4. Dan vind je twee oplossingen, min 1 of 1 tweede. Oké. Okay. Min 1 of 1 tweede. Eén van die twee kan niet. Waarom? Denk na. Dus nu gaan ze ervan uit dat je niet alleen vierkantsvergelijkingen kunt oplossen, maar dat je ook je oplossingen kunt interpreteren. Waarom kan men hier niet? Dat is juist, maar waarom kan men hier niet? Ja, we zitten niet in het eerste kwadrant. Dus die mogen we weggooien, die min 1. Ah ja, want wanneer is de cosinus van alfa gelijk aan min 1? Dat is voor 180 graden. Dat hebben we daar straks gezien op de vorige slide. Hè, toen we een keer een tekenverloop gemaakt hadden. En we hadden gezien, bij 180 graden is je cosinus min 1. Maar ja, alfa ligt in het eerste kwadrant, dus dat kan niet. Dus moet je cosinus alfa 1 tweede zijn? Ja, dan ben ik er. Hè. Welk antwoord is juist? Wie heeft het juiste lettertje? Nu hebben we alles. C is juist, prima. Ja, dus je kijkt gewoon, hè. Alpha legt in 0 pi over 2. Kijk een keer goed. Ah, de cosinus is 1 tweede. Ik heb een tabelletje gemaakt. De sinus is gelijk aan wortel 3 over 2. En ik heb het gevonden. Zie je? Dus die oefening, gewoon om je te tonen, onderschat dat niet. Hetgeen dat we zien in deze les is wel belangrijk. Ja, dat zijn zaken, men gaat er echt vanuit, als je naar het hoger onderwijs gaat, je gaat iets gaan doen met wiskunde, dat een beetje wiskunde gericht is, of je hebt een toelatingsproef of een eikingstest, of noem maar op, dan gaat men ervan uit dat je radialen weet, dat je goniometrie kent, dat je formules kent, dat je waarden kent, dat je vierkantsvergelijkingen kunt oplossen. Dus ja, blijkbaar wel belangrijk. Ja, dus onderschat dat niet. Oké, we gaan een paar oefeningen maken. We zijn rond, we hebben alles gezien van theorie voor vandaag. Ja, nog niet alles voor het examen, maar wel voor vandaag. De bedoeling is dat we nog een kwartiertje, klein kwartiertje, dat we nog een paar oefeningen gaan maken. En ja, het is een van de meest gekende onderwerpen bij goniometrie. Dat is het aantonen van identiteiten. Het is niet de eerste keer dat jullie dit jaar het woord identiteit horen vallen. Hè. We hebben vorige week ja, hebben we eigenlijk ook logaritmische identiteiten bewezen. Ja, en je weet nog dat systeem, linkerlid, rechterlid, maar dat gaat eigenlijk juist hetzelfde zijn. Dus ook bij goniometrische identiteiten. Dus we gaan dat nog vaak laten terugkeren. Bijvoorbeeld, ik wil deze gelijkheid gaan bewijzen. Ja. De regels zijn hetzelfde als bij logaritmische identiteiten. Wat kan je doen? Je kan links beginnen en rekenen. En hopelijk kom je rechts uit. Je kan rechts beginnen en rekenen. En hopelijk kom je links uit. Dat zijn twee technieken die werken. Er is ook nog een derde techniek, meet in the middle. Dus je gaat links beginnen, gaat rekenen, totdat je zegt van, pff, ik zit niet meer. Dan moet je rechts beginnen, rekenen, en hopelijk ontmoet je elkaar in het midden. Dat zijn eigenlijk de drie technieken die we kennen. Nu in dit geval, laten we eerst eentje samen doen. Ja, ik denk dat het duidelijk is, links beginnen lijkt mij een goede optie. Hè? We gaan links beginnen. En wat gaan we doen? We kunnen niets anders doen dan gewoon de haakjes uit te rekenen. Ja, er staan kwadraten, ik bedoel, kwadraten kunnen we uitrekenen. Dus ik heb dat gedaan. Voilà. Dus die eerste stap, gewoon stom rekenwerk, ik reken die kwadraten uit. Nu, het is een gemakkelijke identiteit om te beginnen, want waarom ben ik er? Wie ziet dat? Het dubbel product vervangt elkaar. Ja, dubbel productjes, die vallen weg. En? Ik heb nog iets nodig. Dan is dat eigenlijk gewoon uw twee keer uw hoofdformule, dus 1 plus 1. Dank u wel, Robin. Dat is twee keer uw grondformule en dus staat er twee. En dat is uw rechterlid. Zie je? Zo simpel is het eigenlijk. Hè? Heel vaak ga je bij die gelijkheden ga je wel een keer de grondformule moeten toepassen. Ik zeg wel heel vaak, daarom niet altijd, maar wel, hè, heel veel oefening gaat dat wel een keer het geval zijn. Merk ook op, we hebben de grondformule, sinus kwadraat plus cosinus kwadraat is 1, maar we hebben ook de afgeleide formules. Hè?
weet je nog, 1 plus tangens kwadraat is 1 over cosinus kwadraat en 1 plus cotangens kwadraat is 1 over sinus kwadraat. En die waren ook wel belangrijk. Oké. Gaan we een keer proberen. De tweede. Allee, ik wil voorstellen horen hoe dat we dat gaan aanpakken. Waar beginnen we? Links of rechts? En wat doe je dan? Links en de tangens vervangen door sinus op cosinus. Ja, ik zou dat ook doen. Dat is het meest eenvoudige. Dus dan heb je dit. Dus links heb ik... Ja, ik heb al... Ja, sorry, ik heb al ietsje verder gerekend. Ja, ik moest daar misschien iedere kleine tussenstap in gebouwd hebben. Maar ja, ik heb er ook voor gewaarschuwd. Hè. Dus bovenaan heb ik dat gedaan. Nu, onderaan, wat herken ik daar? 1 plus tangens kwadraat alfa. Ja, maar dat is één van die afgeleide formules. We hebben ze gezien, hè? Ik heb je gezegd van ze zijn belangrijk. Hè? 1 plus tangens kwadraat alfa, dat was 1 op cosinus kwadraat alfa. Dus eigenlijk heb ik hier ook hè, die grondformule toegepast. Hè? Dus dat is eigenlijk de afgeleide formule van de grondformule, zou je kunnen zeggen. Dus als je dat kunt, als je dat niet ziet, is dat eigenlijk niet zo erg, hè? Want dan moet je inderdaad gewoon tangens vervangen onderaan ook door sinus op cosinus. Dan zet je alles op gelijke noemer. En dan ga je er ook raken. Ja, dan gaat dat perfect ook lukken. Maar het is natuurlijk een troef, een extra troef, als je gewoon die afgeleide formules ook kent. Geef toe. Nou, dan gaat dat veel sneller gaan. Oké. Okay. Moet er nog iets gebeuren? Ik denk dat we er bijna zijn. Ik zie al die twee staan, dat lijkt mij goed. En wat heb ik dan nog nodig? Of wat moet ik nog doen? Die 1 op cosinus kwadraat alfa naar boven brengen. Dus delen door 1 over cosinus kwadraat is vermenigvuldigen met cosinus kwadraat. Hè. Ja, en dan ben je, hè. Want dan valt uiteraard de cosinus weg met het kwadraat en dan hou je 2 sinus alfa cosinus alfa over. Ja? Dus hier wil ik met die oefening gewoon een keer aantonen, als je die formule kent, 1 plus tangens kwadraat is 1 over cosinus kwadraat, dat is gewoon je grondformule, een afgeleide versie ervan, ja, dan heb je gewoon de voet voor. Dat gaat sneller. In het andere geval moet je dat iedere keer op gelijke noemer gaan zijn, dan heb je iets meer werk. Dus het is toch de moeite waard om ook die formule gewoon te kennen. Allee, moeilijker. Nummer 3. Zijn er voorstellen? Dit is moeilijker hoor. Hier moet je al een keer nadenken van hoe gaan we dat nu doen. Beginnen we links, beginnen we rechts. En als je een richting beweert, probeer dan ook te zeggen wat je gaat doen. Nou, als je beweert van ik begin links, dan moet je me toch ook kunnen zeggen waarom je dat gaat doen. Hè? Wat is dan uw stap? Doe pogingen, mensen. Als we merken van, oei, het is niet juist, dan gaan we op zoek gaan of dan gaan we zien van wat we kunnen doen. Denk aan alles wat we gezien hebben. Come on, wie probeert? Het is een moeilijke oefening, dat is waar. Die eerste was heel makkelijk, die tweede behoorlijk. Links en de sinus vervangen door cosinus via de hoofdformule. Maar nu ga je een beetje moeten nahelpen, want die links, die sinus die staat op 2 plaatsen. Hè. Staat daar sinus tot de 4e en daar staat sinus kwadraat. Welke een van die 2 ga je vervangen? De eerste of de tweede? De 4e macht of de 2e macht? De 2e macht. Dus we gaan even proberen te rekenen. Dus daar wordt sinus kwadraat kunnen vervangen door 1 min cosinus kwadraat. Ja. En wat zou je dan doen? Stel je voor dat dat gedaan is. Er is een ander voorstel. Cosinus kwadraat vervangen in de noemer. Door wat? Waardoor? Waardoor? 1 min sinus kwadraat. Waarom? K
Lucas, is een goede piste. Ja, oké, we zijn er. Helena, sterk. Het is dat ik zocht. Maar ik denk dat Cas ook op het goede spoor zat. Ja? Kijk. Ik heb het al vaak gezegd, mensen. Maar er is zo'n merkwaardig product dat heel belangrijk is. En dat je op je examen vaak gaat kunnen toepassen. En dat is die a-kwadraat min b-kwadraat. A-kwadraat min b-kwadraat is a min b maal a plus b. Het is weer van dat. Maar als je kijkt naar die linkerkant, dan zie je inderdaad die 1 min sinus tot de vierde alfa, dat kan je eigenlijk schrijven als 1 min sinus kwadraat alfa gedeeld door 1 plus sinus kwadraat alfa. En waarom is dat nuttig? Wel, nu ga ik terug naar wat Cas zei. Cas die merkte op, cosinus kwadraat is 1 min sinus kwadraat. Dus dat wil zeggen, als daar 1 min sinus kwadraat staat, linksboven, en hier 1 min sinus kwadraat, ja, dan gaat dat gewoon wegvallen uiteraard. En dan zitten we zeker en vast op het goede spoor. Ja? Dus, anders gezegd, 1 min sinus kwadraat kan ik vervangen door cosinus kwadraat. Grondformule. Zie je, maar je moet je grondformule op verschillende manieren kunnen toepassen. De grondformule zegt, sinus kwadraat plus cosinus kwadraat is 1. Maar de grondformule zegt ook, sinus kwadraat is 1 min cosinus kwadraat. En de grondformule zegt ook, cosinus kwadraat is 1 min sinus kwadraat. Dus dan moet je ook uiteraard kunnen zien dat dat zo is. Want dan is het gedaan, hè? Dan schrap je de cosinus kwadraat. 1 plus sinus kwadraat min 2 sinus kwadraat, dat is 1 min sinus kwadraat. En 1 min sinus kwadraat is cosinus kwadraat. En ik heb het rechterlid direct gevonden. Ik ben er echt van overtuigd, dit is de kortste manier. Ik zeg niet dat het de enige manier is, hoor. Je kan ook beginnen op gelijke noemers zetten en dan ontbinden factoren, maar dat wordt een pak moeilijker. Ja, als je dit ziet, 1 min sinus tot de vierde alfa is 1 min sinus kwadraat alfa maal 1 plus sinus kwadraat alfa, dan heb je de oplossing binnen handbereik. Maar dat moet je een beetje zien. Ja, maar het is wel weer datzelfde merkwaardig product. We hebben dat al vaak ontmoet, denk ik. Vandaar. Duidelijk, was wat moeilijker. Hè? Nu, hè, maar nog oefeningen om dat zeker en vast te trainen, laat ons zeggen. Ik zou voor dat nog eentje doen. En dan stop ik ermee. Voor vandaag. Hè. Het is er eentje van de Vlaamse Wiskunde Olympiade van het jaar 1998. Oei, dat is al lang geleden. Van de tweede ronde. En de vraag is als volgt. Als de sinus van alfa 3 keer de cosinus is, wat is dan het product van sinus en cosinus? Ja, een leuke vraag vond ik dat. Probeer een start te bedenken. Het is de laatste oefening voor vandaag. Ik hoop dat ik u kan laten aanvoelen dat dit soort oefeningen, dat er zo geen vaste manier is om dat op te lossen. Het zijn heel veel leerlingen die dat vragen. Hè, meneer, ik heb er nu geen manier, zodat dat altijd juist is wat je aan het doen zit. Dat je altijd weet van... Nee, sorry. En dat maakt net die oefening interessant. Je moet een beetje puzzelen. Je moet een beetje proberen. Het is vallen en opstaan. Het is zoeken naar een goede methode. C'est la vie. Als je terug wilt naar de wiskunde waarbij je altijd een vast ramin hebt, ja goed, dan moet je een paar jaar teruggaan in de tijd. Vanaf nu is soms een beetje puzzelen. Stel een voorstel, laten we eens kijken. Sinus alfa is 3 keer cosinus alfa. Schrijf dat keer anders. Allee, kom, wat betekent dat? Zeg dat keer eenvoudiger. Sinus alfa is 3 keer cosinus alfa. Wat betekent dat? Dit kan je eenvoudiger schrijven. De tangens is gelijk aan 3. Dat is goed, dank u wel. Dat zou ik ook doen. Ik zou zeggen, ja, dus de tangens is 3. Nou, juist hè? Dat weet ik al. Dat is makkelijker dan schrijven sinus alfa is 3 keer cosinus alfa. Geef toe. Nu, nog iets dat ik zie. Ja, sinus alfa is 3 keer cosinus alfa en ze vragen om dit te berekenen. Maar oké, als de sinus alfa 3 keer de cosinus alfa is, dan vragen ze dus eigenlijk om 3 keer cosinus kwadraat alfa te berekenen. Juist, hè? Ja, want de sinus is 3 keer de cosinus. Als ik dat overvang, dan vragen ze eigenlijk, bereken 3 keer cosinus kwadraat alfa. En nu moet je de link leggen, hè, mensen. Wat gaan we gebruiken? We hebben al, ondertussen hebben we al wat formules gezien, hè?
En ik heb al gezegd, die formules zijn belangrijk. Elke formule heeft wel ergens zijn toepassing. Is er een formule die mij een verband kan leggen tussen tangens, want die ken ik, en cosinus, want die zoek ik. Ik zoek dit. En ik ken de tangens. Is er een formule die het verband legt tussen die twee? Als je goed opgelet hebt, je kunt niet terugbladeren nu, hè, en u, ja, dat weet ik. Maar als je goed opgelet hebt, ken je ze nog. Want ik heb ze al een paar keer laten vallen. Is er een formule die het verband legt tussen tangens en cosinus? Als ik dat vind, dan, heb ik, dan ben ik er. Hè. Er is een voorstel. 3 is gelijk aan secant kwadraat alpha. Ja, dus 1 over... Hè. Nee, daar ben ik niet mee akkoord. Hè. Dan beweer jij dat dit zou moeten gelijk staan aan 1, Helena? Als jij beweert... Sorry, ja, het is er nu al, maar goed. Dan beweer jij dat dit gelijk zou moeten zijn aan 1, maar dat is niet zo. Hè. Ik zou niet weten of dat moet gelijk staan aan 1. Misschien ben je de formule kwijt, maar er is een formule die het verband legt. Ik heb ze nogthans al wel een paar keer herhaald. Hè. Deze. Dat was zo één van die afgeleide formules. 1 plus tangens kwadraat is 1 op cosinus kwadraat. We hebben ze daar straks ook in de vorige slide gebruikt. Want nu ben je er. Ja, ik ken die tangens, dus ik kan dat vervangen. Dus dat is 9, 1 plus 9 is 10, dus ik kan rekenen. Oké, okay, dus wat is het goede antwoord? A, B, C, D of E? Wat is het juiste antwoord? E, dank u wel. Dat klopt. Hè? Maar je vindt 1 tiende. Ja? Maar er is gevraagd 3 keer cosinus kwadraat alpha. Dus is het resultaat uiteraard 3 gedeeld door